De CARICOM jeugdambassadeur Matthijs Samuel, die op 24 maart in opspraak kwam vanwege een conflict met zijn aardrijkskunde leerkracht, is voor enkele dagen geschorst van school. Samuel, die leerling is op de Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum, zou zich op een ongepaste wijze hebben geuit naar de leerkracht. Na dit gebeuren zou hij via verschillende mediakanalen de leerkracht van seksueel molest hebben beschuldigd. Ad interim minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Krishna Kumari Mathura, laat weten dat arbeidsinspectie onderzoek heeft gedaan naar het voorval. Dat onderzoek is gedaan en het is geëindigd, dacht ik, in een paar dagen schorsing. Hou me ten goede, maar het is geëindigd met een paar dagen schorsing. En de zaak is verder afgewikkeld wat ons betreft. Ja. Een paar dagen schorsing voor wie? Voor de leerkracht? Nee, voor de leerling. In dit geval is duidelijk gebleken dat de leerling normafwijkend gedrag heeft vertoond en zich schuldig heeft gemaakt. En op basis daarvan, hebben de rapporten uitgewezen en op basis daarvan is er opgetreden en gecorrigeerd. De bewindsvrouw vertelt dat binnen het onderzoek beide partijen zijn gehoord. Ook zijn er andere leerkrachten en leerlingen van de desbetreffende school gehoord. Op basis van de bevindingen is er overgegaan tot een disciplinaire maatregel. Mathura zegt dat deze case vrij ernstig is en dat de leerling in kwestie de juiste begeleiding nodig heeft. Wat ik ook heb begrepen is dat volgens mij ook brieven zijn gericht aan het Openbaar Ministerie. Niet door ons, maar door betrokken leerkrachten of leerlingen zelf of leerkrachten. Volgens mij in dit geval over smaad en laster. Mm-hmm. Ja. Dus dat is, ik ken de details van het onderzoek niet helemaal. Kijk, elke leerling die zich schuldig maakt aan normafwijkend gedrag, moet in principe begeleid worden. En een gesprek is al een stukje begeleiding. Betrokkenheid van de ouders is al een stukje begeleiding. Monitoren verder het gedrag van zo'n leerling is ook wel een stukje begeleiding. En het is standaard eigenlijk in het onderwijsproces geïncorporeerd. Dus dat zijn geen nieuwigheden, want onderwijs deelt eigenlijk met honderden, duizenden leerlingen elke dag. En op zoveel scholen vinden er eigenlijk dit soort dingen plaats, hè, waarbij kinderen brutaal zijn, verwijten maken, beschuldigen. Elke dag heb je dat. Velen gaven via sociale media te kennen dat Samuel uit de functie van jeugdambassadeur gezet moet worden. Minister Stephen McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat er een gesprek met Samuel is geweest. In de komende week zal de zaak verder besproken worden, maar op dit moment is hij nog in functie. De bewindsman benadrukt dat leerlingen hun leerkrachten met respect moeten bejegenen. Omdat we het ministerie toch wel de kans worden gegeven om rustig hun onderzoek te doen. Ze hebben het inmiddels gedaan en wij wachten nog even af om dan concrete stappen met Matthijs te bespreken over zijn toekomst als CARICOM jeugdambassadeur. Wij zijn van mening dat in elke maatschappij jongeren toch wel de nodige respect aan de dag dienen te leggen voor ouderen. En dat zullen we zonder meer blijven propageren. Deze kwestie heeft voor veel ophef gezorgd binnen de samenleving. Uit betrouwbare bronnen heeft onze redactie vernomen dat Samuel 2 maanden verlof heeft genomen als CARICOM jeugdambassadeur.